Een dialoog met jezelf aangaan, jezelf de tijd gunnen om je verloren energie weer op te bouwen en zelfliefde te stimuleren. Dit was de rode draad van een training die gisteren is georganiseerd door de Suriname America Alumni Associatie. Trainer Miguel Keerveld zegt dat de samenkomst een goed moment is geweest om individuen de kans te geven zich terug te trekken en nieuwe kracht te putten uit een rustmoment. De FAAA is de Suriname America Alumni Association en voor onze leden hebben we dus de workshop Tune In With Yourself. We zijn te Nieuw Amsterdam, waar we zijn gekomen. En we gaan in principe aan de hand van technieken, gebruik maken van schilderen en andere aanvullende technieken, eigenlijk een dialoog met onszelf aan om in principe vanuit verbinding met onszelf een kunst te maken. om tegen de dagelijkse beslommeringen aan te kunnen. Weet je, er komt heel veel op ons af. Het zijn veel professionele mensen, dus mensen die ook in hun dagelijks leven heel veel verantwoordelijkheden dragen. En op zo'n zondag kan het niet slechts om even halt te houden en van daaruit weer nieuwe kracht op te doen. Keerveld zegt verder dat het belangrijk is om jezelf als individu ruimte te gunnen om de eigen energie weer te laten restaureren. Dat mensen firm staan, dat mensen meer kracht uit zichzelf halen. En dat mensen in principe, kijk, een van de belangrijke dingen die we doen is de mensen dichter bij zichzelf te brengen en van daaruit waarden vast te stellen. En dan die waarden vast te leggen om als het ware je eraan te herinneren waar je voor staat als persoon. We zijn in een tijd van transitie, een tijd van verandering. Het is ook goed om te reflecteren in zulke momenten en vanuit reflectie in principe jezelf te herinneren wat jouw basis is. Nee, ik denk dat het is. Ik ben blij dat de mensen er zijn. Het is leuk. En ik ben blij dat de Suriname America Alumni dus het initiatief heeft genomen en mij heeft gevraagd om dit te doen met mensen, omdat ik heb er heel veel plezier in. De trainer zegt dat hij in 2015 voor het eerst de kans kreeg om mee te doen met een sociaal programma van de Amerikaanse overheid. De gisteren gehouden training is zijn manier om terug te geven aan de gemeenschap. Keerveld heeft zijn creativiteit als kunstenaar gebruikt om de training te draaien.